Ik heb hem zo vaak gewaarschuwd. Maar wie is het dan? Is het je broer? Nee, het is mijn vriend. Het is jouw vriend? Ik ben opgelicht op Marktplaats. Via Marktplaats. Ik had een advertentie gezet waarin ik had gevraagd om 2 kaartjes voor de berenloop op de Schelling. Wat is dat? Het is een halve marathon. Die was uitverkocht? Die was uitverkocht. Ik kreeg een appje van een persoon. In het appje stond dat hij 2 startbewijzen had. Dus ik was blij. 2 dagen later kreeg ik een verzoek van hem om het geld over te maken. Dat doe ik braaf. En na 2 weken denk ik, nou, ik heb nog niks van je gehoord. Nee. Ik doe een berichtje. Geen bericht. Ik bel hem. Geen bericht. Geen contact. €55 weg. Een klein bedrag misschien, maar als je dit als dader 100 keer doet, is het opeens een forse zaak. Jochem meldt de zaak bij meldnu.nl. Hoe heette die? Hij noemde zichzelf R. Beuker. R. Beuker? En dat was een bank? Wat voor bank? Van Bunk. En je hebt een 06-nummer? Ja. Als we het telefoonnummer van de oplichter googelen, blijkt dat er veel meer meldingen zijn van oplichting door deze figuur. Hij blijkt te sjoemelen met allerlei niet bestaande kaartjes. En als gedupeerden moeilijk doen, dreigt hij ze wel even thuis te komen opzoeken. Een oplichter als dit vinden is erg moeilijk. Hij gebruikt zeer waarschijnlijk een valse naam, soms zelfs Duitse bankrekeningnummers en vrijwel zeker een lastig traceerbaar prepaid nummer. Toch geven we het weinige dat we hebben aan onze IT-goeroe Danny. En die komt al snel met een listig plan. Wat heb je gedaan? Nou ja, we hebben hem eigenlijk een beetje in de val laten lopen, uit zijn tent gelokt. We hebben hem een bericht gestuurd waardoor hij iets zou moeten gaan downloaden op zijn telefoon. En dat heeft hij ook gedaan. En dat hebben we zo goed ingepakt dat hij niet door heeft gehad dat daar een locatie achter zit. Dus wij krijgen nu realtime zijn locatie. Waar woont hij? Het is in Groningen. Nou, weet je wat we eens gaan doen? Mm-hmm. Ik ga met het slachtoffer erheen en gaan we gewoon vragen of onze kaartjes er al zijn. De dader is in Danny's val getrapt en heeft dus een bestandje gedownload waarvan hij nooit kan bevroeden wat voor gevolgen het voor hem heeft. Met Danny. Kerel. Ik ben onderweg naar het adres in Groningen. Wanneer is hij voor het laatst gekeken? En voor het laatst gekeken is een half uur geleden ongeveer. En dat is op basis van een IP-adres. En dat IP-adres is zijn huis-IP-adres, waar hij eigenlijk altijd mee kijkt. Oké, dus hij is gewoon thuis. Ja, absoluut. Dankzij Danny rijden we nu de straat in van een man die waarschijnlijk al heel erg lang denkt dat niemand hem ooit zal vinden. Zijn eigen telefoon bevond zich een half uurtje geleden nog in dit huis. Hi. Maar ik moet echt nu echt werken. Maar mag ik je wat vragen? Ja. Er zit hier in dit huis een internetoplichter. Die op Marktplaats allemaal dingen verkoopt die hij niet echt... Daar pakt hij geld van. Hij doet dit, hè? Hij bedreigt mensen, weet je dat? We zitten goed. Trillend als een rietje komt het er met horten en stoten uit. Mensen gaan me zo weg. Ik wil kijken, alsjeblieft hem bellen. Kan je het alsjeblieft met hem regelen? Ik weet het niet. Kom even mee. Ik heb hem zo vaak gewaarschuwd. Maar wie is het dan? Is het je broer? Nee, het is mijn vriend. Het is jouw vriend die dit doet. Ja, zeg maar dat ik hem even wil spreken en dat hij toch door de mand is gevallen. Ja. Mijn werk is best wel belangrijk. Ja, dan moet je dan... Moet ik gelijk ontslaan. Ik rij wel even heen en weer. Ze komt te laat te werk, wordt ze ontslagen. Vind ik ook weer zo zielig. Ze is helemaal in de war. Ja, het is haar vriend. Kom, ga jij maar voorin. Wil je hem even bellen en zeggen wat er aan de hand is? Willen jullie gewoon een gesprek hebben dan? Ik wil even met hem praten, ja. Hallo? Hallo, ik zit nu in de auto met Alberto. Kees van de Spek. Ja, u bent toch... Alberto. Ik wil niet met hem praten. En we hebben jou uitgepeild op je telefoon. Jij licht mensen op via valse tickets, valse kaartjes. Er zijn allerlei mensen op internet die nog geld van jou krijgen. Je hebt vorige week nog nepkaartjes verkocht. Nou, dat zou... Nee. Ja? Ik, ja?
Nou, ik kan het niet herinneren dat ik vorige week gekaart heb. Nou, dat heb je echt wel gedaan, want dat is op jouw telefoonnummer waarop ik je net heb uitgepeild. Dus kom even langs, je vriendin is helemaal in de war, die is helemaal bang, terwijl zij helemaal niks misdaan heeft. Nee, maar zij heeft er ook niks mee te maken. Ik breng haar nu naar haar werk. Ik bel jou voor een half uur wel terug. Oké, is goed. Dan ben je gewoon door Albertus Stegenman naar je werk gebracht. AJ, met Kees van der Spek spreek je. Ik zit hier naast iemand, die krijgt nog geld van je. Of twee kaartjes voor de marathon van de Schelling, zeg het maar. Ik geef maar zijn 06 van. Ik krijg dat geld wel gewoon op de rekening gestopt. Jij hebt mijn nummer. We hebben appcontact gehad met elkaar. Dus jij hebt mijn telefoonnummer. Hoe lang doe jij dit al, AJ? Nou, ik weet niet waar je het allemaal over hebt, maar... Oplichting, via kaartjes. Als ik mensen op had gelicht, dan stond er voor mijn deur. Dan was aangifte tegen mijn raam, dan stond de politie voor mijn deur. Nee, want nee, dat kan niet, want ze weten niet wie jij bent. Ik heb ontdekt wie je bent. Mensen konden je niet vinden, vriend. Heel veel mensen zijn door jouw telefoonnummer opgelicht en ik heb je gevonden. En ik heb je... Wat een lafbek. Dan was er wel aangifte gedaan. AJ wil ons niet meer te woord staan en er wordt ook niet meer open gedaan. We hebben de zaak overgedragen aan de politie. En Jochem, die heeft nooit meer een cent teruggehad. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.